Nou, nog een weekje. En dan zit de campagne er weer op. Dat is vroeg. Het is pas begin december. Ja, wat wil je? Minder bieten moet doen. Dank je. We hebben weinig van Harm gehoord de laatste tijd, hè? Ah, die jongen heeft het te druk. Advocaat. Is er maar trots op hem. Dag. Dag. Oh, oh, hey, je tas. De tas, dank je. Dag. Afgenaaid. Wil je een kopje thee? Nee, dank je. Ik heb thuis al gehad. Is er al wat gebeurd vannacht? Niets. Ik heb wel de tijd gehad om uw toto in te vullen. Ik ben nooit verder gekomen dan 1 keer 8. Goed. Hier. Ik ga me even verkleden. Ik kom je zo aflossen. Oké. Okay. Het zit er bij mijn op. Dat is gauw gegaan. Nog één akker. Ja, dat gaat. Zeg, kunnen we dat oude ding niet eens vervangen? Want hij heeft het al 2 keer over laten weten. Ja, misschien repareren kost minder. Nieuwe trekker is duur, joh. We hebben vorig jaar na de campagne geen nabetaling meer ontvangen. Ja, maar die krijgen we dit jaar toch wel? Ja, wie weet, dat horen we zo. Vandaag bestuursvergadering. Wat eten we vanavond? Mevrouw heeft nog niks gezegd. Maak eens boerenkool met worst. Hm? Hebben we een tijd niet gehad? Ik zal mijn best doen. Dag Mary. Tot vanavond. Ga je nou weg? Mm-hmm. Tot vanavond. Dag. Ja, alles in orde? Ja hoor, prima. De waarde is een beetje hoog, maar ik zal het even doorgeven. Mm-hmm. Goed. Tot ziens. Goedemorgen. Hier wordt de oud-wereld. Even dat moertje laten strikken, dat helpt. Ja, maar voor hetzelfde geld sla je die bout naar Zouwemoeren dan. Oh, dat was die 20 jaar geleden van naar Zouwemoeren gegaan. Ja. Heb je het druk? Gaat er al. Ga je maar even koffie drinken? Ja, is goed. Morgen, Dormos. Morgen, meneer Rustenburg, meneer Groen.
De balans, heb je het allemaal af kunnen krijgen? Zo goed als meneer. Juffrouw Postma laat de laatste vellen net uitdikken. Maar het is nog maar een voorlopige opstelling. Ja, maar we zullen tot die vergadering ermee moeten doen. De cijfers, vallen ze een beetje mee? Dat tot straks. Piet, wegwezen daar. Je hebt er niks te zoeken. Meneer Rustenburg is al in de fabriek. Hij kan ieder moment hier zijn. Ga liever eens even wat koffie halen. Wel, ja, mij kun je een boodschap sturen, hoor. Ja, het was hartstikke gezellig. Ik was pas om 12:30 thuis. Oh. Weet je wie er ook was? Nou, meneer Jan van Gorgen. En die kan lekker dansen. Meneer van de baas, meneer Disco. Die hebben achter mij zitten zeker. Niks hoor, maar hij wel achter mij. Ook dit hier. De balans van meneer Doornbos, hebben jullie al klaar? Ja, dat wordt gekopieerd. Heeft het haast? Ja, dat heb ik je gisteren toch gezegd. De Rustenburg heeft hem vanmorgen nog nodig. Bedankt. Het is al klaar. Koffie. Daar hebben we onze disco-tijger. Jij krijgt geen koffie. Je hebt nauwelijks met me gedanst. Je kan het ook lang niet zo goed als Jan van Gorkum. Dat is tenminste een echte man. Ja, die Jan die kan er wat van. En Piet, wat ga jij doen als de campagne voorbij is? Dan zal hij toch wel een joppie voor me wezen? Ja, misschien de eerste 2-3 weken. Nou, dan moet altijd koffie zijn. Leuk zeg, een baantje is koffie, juffrouw. Ik wil echt werken. Oh, hij wil werken. Ik pak alles. Ja, dat hebben we gisteren gezien. Die pakkingen van die afsluiters. Morgen, meisjes. We willen vernieuwen, hoor. Geef het maar door aan het magazijn. Morgen, Piet. Morgen. Jij koffie, Willem? Graag. Twee koffie, Piet. Ja, meneer. En een beetje vlug, Piet. Ik kan het vast niet dat je ook nog wat anders kan dan ons van ons werk houden. Zeg, daar hadden we niet moeilijk zitten doen, hè? Eenvoudig werknemers zoals ik komen op tijd. Ook al wat familieaangelegenheden te regelen. Ik dacht dat de fabriek jouw grootste familieaangelegenheid was? Of vergis ik me nou zo? Oh ja. Daar komt een groep studenten uit Delft. Die moet rondgeleid worden. Nou, moet ik er weer voor opdraaien. Inderdaad. Jij kent de mentaliteit van die jongens zo goed. Dat onderhoud is van het grootste belang, Wieland. Die nachtploeg gooit er soms met de pet naar. Nou, oh, met de pet naar, maar ik zal het er in ieder geval over hebben. Goedemorgen, Dries. Ah, André, je bent vroeg. Morgen, meneer Hageman. En die afsluiter vervangen, dat hoeft niet. Dat is een mankementje van niks. Ja, van vaklui, zoals u en ik. Maar als het vannacht gebeurd was, dat ding lekt als een bandje, hij zag het meteen. Dan kun je altijd nog voorman worden. Fijn als je weet dat je terug kan vallen. Ja, zonder dat hij zo nodig hogerop moest. Tegen mijn zin, Berend. Ik werk ook veel liever met mijn handen. Zo'n machine, dat is een ding, daar kan je je wil nog opleggen. Dat wil je ook wel eens opleggen op de bestuursvergadering. Oh, dat zal nog wel even tegensputteren worden. Oh, dat deed die afsluiter ook. Ja, maar die bromt nu in stilte. Maar wij nog niet. Nou, heren. Ik ga weer eens naar mijn kookpannen terug, anders dan brandt het zootje nog aan. De morgen. Tot ziens, Berend. Zulke kerels als Groen, daar heb je nog maar een paar van. 35 jaar geleden, samen begonnen en nog nooit één woord mee gehad. Als ik meer eigenlijk. Dank je wel. En de balans, meneer Rustenburg. Ja, dank je, Jannie. En de heren Peurs en Doornbos zijn. Goed, laat ze binnen. Nou, dit is dan eigenlijk het begin van het hele verhaal. Deze bieten komen hier en worden uiteindelijk in deze grote bak gestort. Worden dan getransporteerd daar naar die berg. En uiteindelijk worden ze met water gestraald, als het ware zo, daar achterlangs de fabriek in. Hoor je maar in.
Tja, heer, ik moet zeggen, als het overzicht juist is, dan zijn de resultaten van het afgelopen boekjaar uiterst teleurstellend. Meneer Dornbos, u zei dat het een voorlopige opstelling is. Verwacht u nog belangrijke verschuivingen? Nee, meneer, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik had tenminste een bescheiden winst verwacht. Het valt maar tegen. Nou, mij ook. Het is niet fraai. We zullen weer het dividend moeten passeren. Dat is dan al de tweede keer. En hoe wil je in het lopende jaar met betere cijfers uit de bus komen? Ik had gedacht hard werken, uiterst zuinig beleid. Het is de keel, daar red je het ook niet mee. Ik bedoel, dat zei je vorig jaar ook en het heeft niet geholpen, in tegendeel. Ja, ik begrijp er dan ook niks van. Ik wil eerst eens grondig uitzoeken waar die tegenvallers precies zitten. Dat kan iedereen toch zo zien? Hier, met name de loonkosten zijn aanzienlijk gestegen. Aanzienlijk. Ja, dat zie ik ook wel, maar die zijn hier niet gespecificeerd. Ik wil weten om welke loonkosten het gaat. Tja, alle kosten moesten met de index verhoogd worden en de sociale lasten zijn ook weer gestegen. Nou goed, dan krijgen we die specificatie, dan zijn we het wel te zien. Hoe staat het met de lopende campagne? Nou, die zal ongeveer hetzelfde beeld te zien geven. Ik heb nog geen overzicht. Maar ja, begrijpen doe ik het niet. De opzet was om met minder campagnearbeiders dezelfde hoeveelheid werk te doen en zo die loonkosten te drukken. Hm. En nou blijkt die bezuiniging niet tegen de gestegen kosten op te wegen. Dank je, Pieter. Tja, u ziet het hier, hè. Cijfers liegen niet. Vaste kracht. Inderdaad, Jan. Mijn positie binnen het bedrijf wordt steeds sterker. Ik weet meer van wat er hier gebeurt dan jij, als je dat maar weet. Voor hem? Je zou mij een soort financieel expert kunnen noemen. Zo, wat weet jij dan allemaal? Dat kan ik je slechts mededelen onder één voorwaarde. En die is? Ik wacht je op bij de poort. Wachten kun je natuurlijk altijd. En ik breng je naar huis. Wat een eer. Thuisgebracht worden door een financieel expert. Nou, mag ik nou de gegevens, excellentie? Wij zullen weer het dividend moeten passeren, deelde de heer Hageman mij zo even mede. En wat bedoelde onze president-commissaris daar dan mee? Dat betekent, zeer geleerde heer, geen poen. Geen poen voor wie niet? Voor de aandeelhouders natuurlijk. Oh, die. Nou, ik weet wel andere middelen om jou te bedruipen. Voors. Jij hebt nog niks gezegd. Tja, ik moet zeggen, de gang van zaken is erg teleurstellend en het zit me dwars. Ik vertegenwoordig in dit bestuur de boeren. Mijn vader heeft met jouw schoonvader de fabriek opgezet. Ik voel me om allerlei redenen dus meer dan gewoon bij betrokken. En daarom zeg ik erg teleurstellend. Vorig jaar kregen we ook geen nabetaling op de bieten en het gaat nou dezelfde kant op. Kijk, op mijn bieten kun je blijven rekenen. Maar op mijn collega's, er zijn er al in onderhandeling met Kampers van de Verenigde, dat weet ik. En als die zaak zich doorzet, dan gaan we er onderdoor. Geen bieten, geen suiker. Nou, dit zijn dan de zogenaamde kookketels. Daar gaat het bietensap dan in, dat wordt verhit. En de bedoeling is dat het zo ver verhit wordt dat het kristallisatieproces uiteindelijk op gang komt. En om dat kristallisatieproces... Wacht even, dit is het moment. Heren, dit is de heer Groen, dat is de grote koker van de fabriek, zou je kunnen zeggen. Die is namelijk de man die ik is... Ik ben er al gehaast de volgende keer, ja? Ja, over die kristallisatie, zijn er daar nog vragen over? Nou goed, dan gaan we eerst even daar kijken. Kom maar. Nog één vraag. Forrest rapporteerde vorige maand dat Kampers geïnteresseerd was in een fusie. En jij zou toen informeren wat zijn bedoeling was. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb Kampers aan de telefoon gehad. Hij wil de fabriek wel hebben, maar dan alleen op zijn voorwaarden. Zijn voorwaarden, wat zijn dat? Volledige controle door overname van alle aandelen. Nou ja, als we dat doen, zijn we nergens. Nou ja, kijk, bij een fusie moet je nou helemaal veren laten. Wat hij wil betalen, daar gaat het om. Nee, daar gaat het niet om. Ik ben misschien te vinden voor samenwerking, voor een uitverkoop voel ik niks. Maar de andere aandeelhouders misschien wel? Kan zijn, ik zal de zaak dan ook op de komende aandeelhoudersvergadering aan de orde stellen. Goed, maar dan moeten we wel wat meer weten van de bedoelingen van Kampers. En daar, dat zijn de waterpompen van de fabriek. En dan zijn de waterhuishouding van een fabriek zoals dit, is een heel groot probleem. Vooral ook in verband met de milieuverontreiniging, is erg belangrijk
dat er op een goede manier omgegaan wordt met het water. Daar is hier. Condenseren. Hé, hey. Ho-ho. Luister even. Want je bent zo stof, oké? Okay? Maar dat zei ik, de gecondenseerde water. Nou ja, ik zei al, geen bieten, geen suiker. En Kampers heeft geld genoeg om onze boeren weg te kopen en heeft mooie contracten. Alleen wij boeren, wij veranderen niet gauw. En niet graag, maar op de duur zal het geld toch de doorslag geven. Ja, Dries, ik begrijp dat je er geen donder voor voelt, maar ik ben het met de voorzitter eens, je moet naar Kampers toe. Goed. Oké dan. Maar ik bind me tot niks. Alleen praten. Moet je het wel snel doen voordat je met vakantie gaat, er is haast bij. Goed, ik zal zorgen dat ik hem te pakken krijg. Maar even ter herinnering. Behalve mijn eigen aandelen en die van een vrouw, vertegenwoordig ik ook het aandelenpakket van de oude mevrouw van Gorkum en daarmee de meerderheid. Dat krijgen we nou eens even een schot voor de boeg of zo. Wat is het nou voor onzin? Hè? We hebben een afspraak van jou gemaakt, die ben je niet nagekomen. Nu wij jou eraan gaan herinneren, ga je met je aandelenpakket wapperen. Waarom in godsnaam? Waarom stel je het zo scherp? Dat leek me even nodig. Nee, dat is niet nodig. Praten met Kampers, dat verplicht tot niks. We willen allemaal hetzelfde, het beste voor het bedrijf. Precies. Nou, dan zijn we met elkaar eens en daar gaat het om. Dan zijn we klaar voor vandaag. Ik stel voor dat we weer bij elkaar komen op de 19e, als het u alles schikt. Ja. Om een uur of twee, half drie. Mm-hmm. Nou, half drie graag. Goed, half drie. Hey, wat moet dat? Oh, ik zocht de loonstaat. Verdorie, Volkers, je weet dat ik dit niet hebben wil. Als je het nodig hebt, dan kun je het vragen. Nou, ik zocht alvast nee, even. Ik vind dat vervelend. Zoeken doe ik wel. Nou, zeg maar wat je hebben wil. Nee, nou hoeft het dan niet meer. Ben jij belazerd? Reken maar niet op blijven eten, man. Ik ga met Harm uit eten. Alweer? Nou, niet dat ik iets tegen die jongen heb. Nee, waarom zou je? Hij heeft een keurig beroep. Hij is advocaat. Ja, weet ik. Maar hij is niet van ons soort. En mama doet toch niet zo ouderwets? Al werkt zijn vader bij ons op de fabriek. In deze tijd is er toch gelijke kansen voor iedereen? Ja, kind. Maar rangen en standen zullen het altijd blijven. Maar ja, dat zal jij nog wel leren. En papa is dikke vrienden met meneer Groen. Hij is zelf met niks begonnen, zegt hij altijd. Je vader, kind, dat is een verhaal apart. En jij bent met hem getrouwd. Over standsverschil gesproken. Ja, schat, misschien had ik dat beter niet kunnen doen. Waarom ga je dan niet eens met iemand anders uit, hè? Jan had laatst zo'n leuke vriend. Oh, dat is net zo'n klier als Jan. Nee, dank je wel. Je hebt toch veel meer van je vader dan van mij, hè? Mama, onkruid vergaat niet. Daar. Wat zullen we eten, mevrouw? O jee, dat is waar ook. Heb je een voorstel? Ik had zo gedacht, boerenkool met worst. Vindt meneer zo lekker. En we hebben de tijd niet gegeten. Ik vind het goed. Je gaat je gang maar, Janske. En dan een puddingje toe? Ja hoor, je doet maar. Wel. Ik heb zo naar je verlangd. Niet hier, mam. Mam kan zo binnenkomen. Ze heeft je horen bellen. Je weet hoe nieuwsgierig ze is. Goed.
Hoe was de vergadering, meneer Hageman? Moeizaam. De cijfers zijn nog slechter dan ik dacht. Maar is er iets besloten? Nee, eigenlijk niet. Alleen dat Dries weer moet gaan praten met Kampers. Maar daar schijnt hij weinig voor te voelen. Maar jij zei dat als er niets gebeurt, dat dan de fabriek op de fles gaat. Ja, dat is ook zo. Dat is ook de mening van Forrest. Maar waarom doen jullie dan niets? Dat is niet zo makkelijk. Ik bedoel, Dries is mijn vriend. Hij heeft mezelf op die stoel gezet. Ja, maar daar gaat het toch niet om? Het gaat om mijn kapitaal. Tuurlijk. Nou, als we dat verliezen, hebben we niets meer. Zo'n vaart loopt het niet, echt niet. Jij bent president-commissaris. Jij hebt de macht. Nee, die heb ik niet. Die heeft Dries. Die heeft de meerderheid van de aandelen door die volmachten van jou en je moeder. Heeft hij ons vanmorgen nog eens duidelijk laten merken. Dus is de tijd gekomen iets aan de situatie te doen voordat het te laat is. Zullen we vanavond samen gaan eten? Graag. Hier staat boerenkool op het menu. Dat hoeft voor mij niet zo. Zelfde tijd, zelfde plaats. Ik moet nu gaan. Ik zie je. Goed. Ah. Dag, Hageman. Ik zag uw auto staan. Altijd gezellig als u er bent. Niet dat we u nooit zien. Vorige week ook al 2 maal. Was er vandaag vergadering? Het dagelijks bestuur. Aha, maar dan kunt u wel wat zeggen over de hoogte van de dividend. Ja, het spijt me, mevrouw. De cijfers zijn echt slechter dan ik dacht. Ik ben bang dat de accountants adviseren dividend wederom te passeren. Alweer? Wat zegt mijn schoonzoon daar wel van? Ik weet niet of u de ernst van de situatie eigenlijk wel inziet. We beleven moeilijke tijden. Ik zal hem ervan moeten overtuigen dat hij niet in zijn eentje tegen de stroom kan opzwemmen. Goed, als u mij wilt excuseren, mevrouw Van Gorkum. Tuurlijk. Tot ziens. Ja, genoeg. Nou, ik ben blij dat we elkaar tenminste hier kunnen verstaan. We zijn hier in de centrale ruimte van de sap. De sapbewerking. Zuivering. Sap, zuivering. Dat is de heer Volkers, onze fabrikagechef. Die praat graag met studenten. Nou, ik kan u graag even helpen, meneer Van Gorkum. Goedemiddag. Nou, zoals meneer Van Gorkum net al zo terecht opmerkte, u bevindt zich hier in de centrale controlekamer van de afdeling die wij noemen sapzuivering. Ah, Kampers. Excuses dat ik zo laat ben. Zaken. Momentje graag. Zou jij even willen vragen of meester Groen komt met de stukken van Gorkum? Ja, meneer Hageman. Fijn, dankjewel. De zaak Rustenburg. Hoe is de vergadering? Oh, hou op. Traag en moeizaam. Ik geloof niet dat Rustenburg in de gaten heeft dat zijn positie totaal verloren is. Maar wie gaat, laten we maar zeggen, de eindstoot plaatsen? Het zal toch eens duidelijk moeten worden dat hij zijn biezen moet pakken, hè? Ja, nou kijk, we hebben hem onder druk gezet, hè? We hebben hem gezegd dat hij moet gaan praten met jou. Dat moet hij nu gaan doen. Het enige wat jij moet doen is hem ontvangen en hem duidelijk maken dat er van alles mogelijk is, maar dat hij eruit moet als directeur. Hij moet weg. Is dat wel verstandig? Ik dacht dat jij dat altijd als voorwaarde had gesteld. Maar als ik hem het recht uit zeg, dan wordt hij maar razend. Wordt hij maar razend? Dat maakt toch verder niets uit? Laat de rest maar aan mij over. Hoi. Ik denk dat ik ook eens met Forrest ga praten. Lijkt me een uitstekend idee. Nogmaals, excuses dat ik zo laat was. Tot ziens. Tot ziens. Ah, kom binnen. Rustenburg kan wel inpakken. Dat zal dan een klap voor hem zijn. Als je er plotseling achter komt dat alles voor je is afgelopen. Ja, jongen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Jouw vader, hoe is daarmee? Is die al aan zijn pensioen? Nee, nog niet. Dat zou hij ook niet willen. Het is een taaier, die werkt door tot hij erbij neervalt. Ja. Zeg, jij gaat op de laatste tijd met Ellen Rustenburg, of niet? Ja. Ja, misschien is die situatie niet zo gewenst. Kunnen zich omstandigheden voordoen dat je persoonlijke dingen opzij moet zetten te willen van de zaak? Wat heeft dat er nou mee te maken? Ellen, dat is toch zuiver privé? Je praat nooit met haar over zaken. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Ja, dat was een onaangename verrassing, Jannie. Ik wist al zeker dat we met die loonkosten beter zouden zitten. Misschien heeft Doornbos een fout gemaakt. Ja, dat zal toch niet. Nou ja, de campagne is bijna afgelopen. Dan krijg ik alle gelegenheid om me daar eens in te verdiepen. Ja, maar u gaat eerst met vakantie. En dat is maar goed ook.
Ik heb u nog nooit zo moe gezien. Gaat uw vrouw nog mee? Nee, ze houdt niet zo van wintersport. En helemaal niet van skiën. Iets anders was ze ook niet. Dus u gaat alleen? Ja, kan ik misschien beter nadenken. U moet zorgen dat u eerst uitrust. Komt in orde. Zeg, ze willen dan toch dat ik met die kampers ga praten. Wat vind jij daar nou van? Ja, praten kan nooit kwaad. Nee, maar ik weet zo ook al wat ik aan die man heb. Die kampers is een dictator. Omdat hij nou eenmaal 5 fabrieken in zijn bezit heeft, denkt hij dat hij mij ook plat kan krijgen. Als hij iets voorstelt wat u niet aanstaat, legt u het gewoon naast u neer. Ja, dat is zo. Goed, maak maar een afspraak met hem. Ja, meneer Rusland. Om drie zou ik even kunnen spreken. Natuurlijk, jongen. Kom binnen, ga zitten. Dag de laatste. Ja. Zo, dat was het. Dank u, meneer Rusland. Sorry dat ik u ermee lastig val, maar ik laat me niet langer door die Van Diermans een kwajongen behandelen. Vandaag mocht ik de studenten rondleiden. Jan, dat moet toch ook gebeuren? Ach, die man doet alles om te kleineren. Alleen maar roodbaantjes. En maar hakken op Delft. En dit zal nog nooit verder gebracht hebben dan de HTS. En vandaag morgen sla ik me op zijn moel. Rustig, rustig nou jongen. Het is pas je eerste campagne. Nee, is mijn derde. Je eerste bij ons. Volgend jaar wordt het allemaal anders. Nou, niet als ik onder die vent moet blijven werken. Jan. Mijn eerste 5 campagnes was ik poets, jongen. Ja, dat weet ik, ja. Hebt u soms in Delft gestudeerd? Nee, maar ik heb later mijn MTS gehaald. En daarna heb ik nog jaren als assistent... Met alle respect voor uw carrière, om Dries, maar in mijn geval ligt dat een beetje anders. Ja, dat is ook wel zo. Goed, als de campagne afgelopen is, volgende week wil ik dat eens met je bepraten, oké? Okay? Dat zegt u nu altijd. We zouden het ook nog over de modernisatie van de fabriek hebben. Het is een verouderde troep. Het wordt de hoogste tijd dat hij van de kelder tot de zolder gemoderniseerd wordt. Jan, ik weet het. Ik weet het. De plannen liggen klaar, maar op dit moment is er geen geld. Ja, dan moeten we het lenen. Dat geld komt vanzelf weer terug. Om Dries, ik heb uitgerekend dat we zonder al te dure verbouwingen de productie van 3000 op 5000 ton kunnen brengen. Ik heb het er met ogen over gehad. Die voelt erover. Goed, ik wil dat eens met je doorpraten. Na de campagne, niet nu. Oké, u beslist. Maar als ik zie dat er hier geen toekomst meer voor me is, dan ben ik zo weg. Daar zou je grootmoeder veel verdriet mee doen. Het is haar liefste wens dat er Van Gorkum bij het bedrijf is. Ja, dat zal wel. Maar ik heb niet het geduld 20 jaar poetsjongen te zijn. En hoop ooit nog eens een keer directeur te kunnen worden. Ik ben niet zoals u. Je wordt nou vervelend. Als je de dochter van de eigenaar niet in de haak had geslagen, was u het nog niet geworden. Zeg, brutale snot aan. Wat durf jij daar te zeggen? Is niet waar dan? Als jij zoiets durft te zeggen over mijn huwelijk met jouw tante, dan bedoel je daarmee dat ik mijn positie niet aan persoonlijke verdiensten te danken heb. En als jij daar zo over denkt, dan kun je wat mij betreft opdonderen. Dan heb ik hier geen werk voor je. Begrijp je dat heel goed, snothaap? Spijt me. Spijt me, ik ben te ver gegaan. Dat dacht ik ook, ja. Spijt me. Ik loop een hele dag al op de wind in. Als er iemand is die uw inbreng beter waarderen om Dries, dan ben ik het toch wel. Maar daarom juist. U ziet toch dat de fabriek achterop raakt, dat er iets veranderd moet worden? Jan, straks hebben we alle tijd. En dan heb ik jouw hart nodig. Wat is er aan de hand? Kampers, zit op je te wachten. Meneer Kampers zelf. Meneer Voors, ik wilde graag eens met u praten. Niet via, maar van man tot man. Uitstekend. Sigaar? Als Hollander kom ik hier graag. Dit land heeft zijn eigen karakter. Wijd, schoon, vruchtbaar. Bent u hier naartoe gekomen om me dat te vertellen? Meneer Voors, u bent een man naar mijn aard. Alsjeblieft. Goed. Ter zake. Mijn medewerkers hebben u al enige malen voorstellen gedaan. En tot nu toe heeft u die steeds afgewezen. Dat klopt. Ik weet dat u waarschijnlijk voornamelijk uit overwegingen van sentiment door dik en dun achter uw fabriek staat. Maar dat is een verloren zaak. Die fabriek gaat dicht.
Zo? Het is alleen maar een kwestie van tijd. Alles gaat eenmaal dicht, meneer Kampers. Het is zoals u zegt, een kwestie van tijd. Dit maakt te weinig tijd. Die fabriek is verouderd. En moderniseren is te duur. Nou, zo denkt u erover. Wij produceren goedkoper. En wij hebben nog overcapaciteit. We hebben meer bieten nodig. Nu nog tenminste. Ik zei, nu nog. En als we die bieten niet bij u kunnen halen, zullen we niet bij velden gaan ontwikkelen. En dan komt u moeilijk te zitten. Op de duur. U weet, wij werken anders. Wij zijn geen suikerfabrikanten, wij zijn bietenverwerkers. En wij zijn een coöperatie. Bij ons zijn de boeren de baas. Moet aantrekkelijk voor u zijn. Trouwens, enkele van uw collega's zijn dan met ons in onderhandeling. Gaat u verder? U kunt zich nu nog bij ons indekken. Ik ben bereid u een contract aan te bieden voor 10 jaar. Doe maar. Ik weet dat u een goed zakenman bent. Meneer Kampers. Het is voor mij te veel een soort steek in de rug. Dat soort spelletjes speel ik niet. Jammer. Jammer. Het spelletje dat u speelt is veel riskanter, meneer Voors. Het is een spelletje dat u duur te staan kan komen. Mocht u van gedachten veranderen, u weet me te vinden. 466, 61-2. Mm-hmm. 67, 64-3. Ja, dus. Je hebt je vandaag niet verder te zien, Jan. Ik moest al zo nodig die Delftse studenten van je rondleiden. Ja, maar daarna. 69. Ik moest even bij mijn oom op kantoor komen. Hij had mijn advies nodig. Zo, zo. Ja, dan verliest de keizer zijn recht. 61, 63. Wie is de keizer en wat is zijn recht? Alles goed? Ja, alles goed. Eet alleen is bijna klaar. Hou hem in de gaten. Ja. Goeie wacht. Prettige avond, Berend. Dank je. Binnenlift? Oh, nee, dank je. Ik moet nog wat doen. Oh, ik heb geen haast om. Meneer Rustenburg is er nog. Ik moet nog een brief opnemen. Tja, dat gaat natuurlijk voor. Hm? Vanzelfsprekend. Hoe lang werk je nou voor? 6 jaar. Dit is mijn 6e campagne. Zo, Jannie, is er nog wat voor me? Vandaag niet meer, meneer Rustenburg. Tot morgen dan. Tot morgen. Dag, Jan. Nog veel opnemen? Kom je wat drinken? Nee, echt niet. Ik ben doodmoe. Dan kom om juist knapje van op. Ik krijg straks thuis nog visite ook. Andere keer dan? Ik denk van niet. Nee. Die weet tenminste wat hij aan je heeft. Ja, dat wel. Wat, niet goed gedaan? Wat had jij dan gewild? Wil je mijn eerlijke mening? Ja, natuurlijk. Vader, je hele kapitaal zit in die oude fabriek. Je bent bezig je eigen ruit in te gooien. Nu kun je nog goede zaken doen met die Kampers. Als het misgaat, zie je er helemaal naast. Henk, het gaat in het leven niet alleen om geld. Het is ook nog zoiets als wat doen. Juist. Heeft opgebeld. Ze blijft in de stad eten en Ellen komt ook niet thuis. Gezellige boel. Dan krijgt hij toch een dubbele portie.
Portie wat? Boerenkool met worst. Dat maakt alles weer goed, Janske. Dag, mama. Dag, Dries. Drukke dag gehad? Bestuursvergadering. En? Het gaat niet goed, mama. Het is onbegrijpelijk. De bezuinigingen van verleden jaar hebben niets uitgehaald. We komen in de rode cijfers. Maar ik hoorde het al van meester Hageman. Die was vanmorgen even hier. Ik heb vandaag gezitten denken, jongen. Besef je eigenlijk wel dat bijna het hele Van Gorkum kapitaal in die fabriek zit? Lopen we niet een te groot risico? Kom, 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 moeder. Moed verloren, al verloren. Hm? Wil jij een lekker glaasje portwijn? Ja, ja. Dank je. Gezellig, hm? Met z'n tweetjes. Dank je voor het compliment, Dries. Maar ik zag het gezin liever wat meer compleet. Ach, de meisjes hebben hun ontspanning nodig. Hm? Juist, ja. Proost, ik ben maar vast begonnen. Proost. Klaas, ga ik nog eens bij. Ja. De volgers heeft dorst. Alsjeblieft. Goedavond, Klaas. Dag. Ja, Peter. Peter. Goed kijken, hè? Ja. Dank je. Zo. Gaan jullie morgen nog naar het voetballen? De nieuwe tribune wordt ingewijd. Nou, dat zal me een feest geven. Ja, we hebben wel 20.000 gulden tekort. Ja, alleen alle materiaalkosten. De rest was allemaal vrijwilligerswerk. Ja, kijk, nou had ik zo gedacht. Rustenburg is hier, voorzitter. Denk jij dat de fabriek nog eens bij wil springen? Nou, dat weet ik niet, hoor. Zo goed gaat het niet, dacht ik. Zou jij hem niet eens willen bellen? Nee, dat doe ik anders. 'S Ochtends komt hij meestal een praatje maken. Dan pak ik hem. Mm-hmm. Laat dat maar aan mij over. Zegt hij Doornbos, hè? Mm-hmm. Ik zocht naar de loonstaat op zijn kamer in zijn bureau toen hij even weg was. Ja. Komt hij binnen, begint hij me af te bekken, joh. Ja, daar houden ze niet van, hè, die pennelikkers. Ja. Dat je aan hun papieren zit. Zoals die man tekeer ging, een beetje overdreven, hoor. Meneer Doornbos, we hebben weer niks gegeten. Sta ik daar nou uren voor in de keuken? En u houdt zo van sausages. Ja, maar... Vind je lekker? Jawel, maar... Nou, eet dan nog wat. Oh, wacht, ik snap het al. Het is vrijdagavond, hè? We gaan zeker weer stappen. Nou, eet u nog wat? Nee, dank u. Niet gezond, hoor, zoals u leeft. Als je toch de hele week hard werkt, dan moet je toch in het weekend uitrusten. En niet te hard op en tot diep in de nacht stappen, want dat is slecht voor een mens. Zeg, als u een vriendin hebt, neem me dan eens mee. Dan heb ik ook eens een beetje aanspraak. Zonde van het goede voedsel. In de oorlog hadden we ernaar gesnakt. Ja, en u bezorgt mij een slechte naam. Dat mens hiernaast kletst er al over. Die zegt dat je hier niet genoeg te eten krijgt. Zeg, als u toch aan het tellen bent, ik krijg de maand oktober nog. Van de rest maar te zwijgen. Ja, u kent me toch, het komt allemaal heus in orde. Nou, is dat alles? Nu laat me toch ook niet met het toetje zitten, hè? Zoekt u soms ruzie? Heerlijk. Ja, dat willen mensen ook wel eens horen.
is een mooi stuk in de krant. Maar die tekening die lijkt niet. In de rechtszaal mag je niet fotograferen, moeder. Nou, we weten tenminste weer dat je nog leeft. Ik heb het ook zo druk gehad de laatste tijd. Ontzettend veel weg geweest. Ja, je moet je eens wat vaker laten zien. Zo ver is het niet. Al kom je maar voor een kwartiertje. Ja, zeg, moet je wel weer weg. Het vader kan zo komen. Ellen staat op me te wachten. Ellen Rustenburg? Ja. Is het wat tussen jullie? Gaat er wel naar uitzien, moeder. Oh, mijn benieuwd wat je vader daarvan vindt. Dat schat. Doe hem de groetjes, hè. Doe hem de groetjes. Zo'n rot, jongen. Mijn oom liet mij op kantoor komen. Hij had mijn advies nodig. Schijn er toch eens uit, Jaap. Wat wil je er nou aan doen? Die jongen is er nou eenmaal. Ik had hem een draai om zijn oren moeten geven. Ja, dat moet je vooral doen. Luister, schat, je zult met die situatie moeten leren leven. Je begrijpt er nog steeds niks van, hè? Voordat ik één keer met mijn ogen heb kunnen knipperen, is de jongen over mijn hoofd heen onderdirecteur. Alleen maar omdat hij Van Gorkom heet. Ja, natuurlijk, zo gaat het toch altijd? En daarom zou ik mijn houding tegenover de jongen maar eens gauw veranderen, anders sta jij dadelijk op straat. Zo, en vind jij dat rechtvaardig? Nou, hij heeft een langere studie gevolgd. Wat een onzin, ik weet er veel meer van de fabriek. Ja, dat vind jij. Misschien denkt je directeur daar heel anders over. Wat heb ik nou aan jou? Je bent altijd tegen me. Alles wat ik zeg, daar heb je nee, wel een antwoord. Schat, ik ben niet tegen je. Ik zou alleen graag zien dat je tevreden was met wat je hebt. We hebben toch alles? In elkaar. Dag. Harm is net geweest. Wanneer? Ah, een kwartiertje geleden. Had hij niet even kunnen wachten op me? Ik heb hem hier een weekje gezien. Daar. Hij moest naar Ellen. Ellen? Ellen wie? Ellen Rustenburg natuurlijk. Oh. Is dat nou wel een meisje voor u? Ja, waarom niet? Hij heeft toch een goede positie? Ja, hij heeft een goede positie, ja. En daarom zien we hem ook nooit meer. Je wou het zelf, dat hij ging studeren. Ik wou het zelf, ja. Nou zitten we ermee. Kijk eens. Zij dan? Ja. Nou ben je trots, hè? Ik heb weer een verrukkelijke avond. Het is je aan te zien. Ik vind het fijn. Het zal niet de laatste keer zijn. Cheers. Wat een fijne avond. Jij ook? Ja. Het is altijd zo als we samen zijn. Je bent erg lief voor. Ik kan niet meer zonder je. Wat zou je ervan zeggen als we ons verloven? Nee. Waarom niet? We houden toch van elkaar? Ja, maar verloven. Het is alsof ik mijn moeder hoor. We kunnen toch samen zijn, wanneer we willen? Dat is niet hetzelfde. Of is het omdat mijn ouders... Gewoon nee, natuurlijk niet, schat. Ik ben geen Van Gorkum. Ik ben een Rustenburg. Dan hou ik van de Rustenburg. Ik hou van je. Ik weet alleen niet of ik genoeg van je hou. Begrijp je dat? Je moet me nog wat tijd geven.
Je wil me toch niet weg hebben? Blijf je tot morgenochtend? Dat kan toch niet? Weet je best. Een ellendige thuiskomen straks. En zit hij daar. En dan kan ik geen hekel aan hem hebben. Nou, ik voel me zo schuldig. Hallo. Zeig mir das Blatt.